Ik weet niet wat het geheim is. Ik denk dat we in de eerste helft eigenlijk hier al een penalty hadden moeten krijgen. Vervolgens in de tweede helft denk ik ook wel een duel, een contactmoment. Ik denk dat ik het weer slim deed. Je begint er zelf weer bij te lachen. Is dat je er dus eigenlijk ook misschien enige twijfel nog bij had? Nee, bij die tweede had ik wel enige twijfel moeten keren bekennen. Maar in de eerste helft was ik wel vrij zeker dat het wel een penalty was. Alleen goed Blom, die beoordeelt als niet strafbaar. En dan moet je gewoon door en proberen de wedstrijd te winnen. Hoe werkt het nou met dat penaltylijstje? Is er nou een volgorde of mag je hem opeisen? Ja, Filip en ik staan op één. En we proberen elkaar zo goed mogelijk... Te stimuleren, te motiveren en bij ons zit er geen enkele twijfel in. En dan gaat het gewoon om wie zich goed voelt op dat moment? Ja, zo is het ook. Gewoon een beetje naar elkaar kijken, een beetje aanvoelen. En dat is gewoon, dat gaat goed. Was dit een lastige wedstrijd verder? Ja, ik denk in het begin zeker. Van tevoren wist je dat je echt super gefocust moest zijn en wil je hier winnen. En de afgelopen jaren was het altijd wel moeilijk hier, dat weten we. Maar uiteindelijk denk ik dat we gewoon de wedstrijd goed dood hebben gemaakt. De kansen die we kregen, die hebben we gewoon gelijk gekild. Dat is echt een compliment naar de aanvallers. Want we hebben het vaker over gehad, als je kijkt naar Heerenveen uit, dat we de wedstrijd dood moeten maken, dat we meer moeten scoren. En dat hebben ze vandaag gewoon fantastisch gedaan. En zo zie je dat je gewoon een verdiende overwinning pakt. Maar zeg je daarmee ook een beetje, we zijn misschien wat minder naïef gaan spelen of we spelen het wat zakelijker ook uit? Ja, in zekere zin wel. Kijk, in sommige wedstrijden voel je gewoon dat de gegenpressing niet helemaal, dat je het niet helemaal op en top voelt, dat zag de trainer ook. En dan moet je gewoon slim zijn, de kansen die je krijgt goed benutten en dat hebben we vandaag goed gedaan. Was it a good goal? Yeah, of course. Of course, every goal is good, guys. Come on. I started the move off on the right wing, came inside. Adrian, it was a lovely pass from Adrian. And then listen, you don't always hit them perfectly, but listen, it went in the goal and I'm very happy with my first goal back. We know you have some fantastic celebrations, but this one was kind of special. Yeah? Yeah. It looked special. It was just 2 and 3, my number, show people that I'm back, you know? So, yeah, that was it. You came from a difficult time last weeks. Yeah, I've had this little niggling injury on my foot, which just wouldn't really go away after in the Granada game. And I tried to come back versus Heerenveen, and it was wasn't so good, so I took the time off. And thank God, thankfully, with the medical team, I'm back much better now. Ready to finish off the year with a win next week as well. And then go into the new year strong. Was this a strange evening for you? Yeah, it was. Like, I get my debut and yeah, we're happy for that. So, and yeah, also I got the win, so very good. It's always been our goal, like, when I come to PSV to make my debut for PSV and yeah, to come to the first team. So now, one step closer. So yeah, very happy of course. In the start of November I was moved up to Young, so stay there 2 months and then now I get my debut, so it's been a bit quick there. So a lot of people say he's the future left back of PSV. What do you think about it? Yeah, it's nice words of course, so yeah, it's just I need to believe in myself and I also think so that it can happen. Nou, ik denk dat we een hele hoge potentie hebben als team zijn. Ik denk dat we uit een lastige fase komen met de corona gevallen. Ik denk dat we daarin heel sterk zijn gegroeid zijn als ploeg. En ik denk dat we heel veel potentie hebben. Veel jonge jongens, leergierige jongens, veel talent. En als we altijd elke dag hard blijven werken met elkaar respecteren, ja, dan voorzie ik een mooi seizoen. When we're on, we're really a great team. So just improving that consistency. Making sure we play at our top level for as long as possible in games. And then listen, there's a lot of potential. I don't want to talk about championships or anything like that, but there's a lot of potential in this group for sure.